De eikenprocessierups leeft in eikenbomen. De brandharen van de rups kunnen van half mei tot augustus voor overlast en ongemak zorgen. U kunt klachten krijgen zoals jeuk, huiduitslag, irritatie van de ogen en luchtwegen. Ook honden, koeien, paarden en schapen kunnen hier flink last van hebben. Houdt uw dieren dus zoveel mogelijk uit de buurt van nesten. In bomen van de gemeente worden de rupsen bestreden door ze op te zuigen. Tegenwoordig wordt ook gebruik gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen. Daarbij worden grote hoeveelheden aaltjes in de bomen gespoten. Deze praktisch niet zichtbare aaltjes zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Omdat deze aaltjes niet tegen UV-licht kunnen, wordt met het spuiten gewacht tot de zon is ondergegaan. De gemeente bestrijdt de nesten vooral op plaatsen waar veel mensen last kunnen krijgen. Maar ja, de rups komt elk jaar terug. Goedemiddag allemaal en ontzettend gaaf dat jullie er allemaal zijn. Het is mooi om te zien dat de zon gaat schijnen en met elkaar de eerste samenloop van hoop in Almelo zo dadelijk van start kunnen laten gaan. En ik moet zeggen, wij als organisatie zijn eigenlijk de afgelopen tijd steeds weer verrast door alle mensen die zich spontaan melden om mee te gaan lopen. En zo kan ik vertellen dat we meer dan 600 lopers hebben die de komende 24 uur rondjes gaan lopen op dit mooie voetbalveld. Die zitten in 33 teams maar liefst. En ook dat is echt een unicum voor een stad als Almelo, dat we gelijk kunnen starten tijdens de eerste samenloop met 33 teams. En eerlijk gezegd kunnen wij ook niet wachten om te gaan beginnen met deze eerste samenloop. En de burgemeester die gaat zo dadelijk de handelingsopening verrichten. En daarna wil ik graag uitnodigen onze eregasten die hier voor ons staan voor het podium. Om gezamenlijk de eerste ronde te gaan lopen onder de boog door. De burgemeester en ik zullen jullie uiteraard begeleiden. Maar jullie zijn onze eregasten en gaan graag voor. Ik wens iedereen, ik heb nog een paar minuten te gaan. Ik wens iedereen straks een fantastisch begin van deze samenloop voor hoop. Geef elkaar heel veel hoop deze 24 uur. Laat het een daverend succes zijn voor vooral de mensen die getroffen zijn, de families die getroffen zijn door die ziekte. Maar laat het ook een succes zijn voor deze mooie stad, deze mooie gemeenschap die we met elkaar vormen. Heel veel plezier en heel erg veel succes door de mensen. Thank you.
Nou, de 24 uur zit erop. Als je kijkt op de klok achter ons, die staat op 0, 0, 0. Dus dat betekent dat we 24 uur met elkaar hebben gelopen hier. Wij van de organisatie zijn natuurlijk niks zonder jullie. Dus ik zou willen beginnen om onze eregasten, alle bedrijven die belangeloos hebben meegewerkt, alle bezoekers, maar vooral jullie allemaal als lopers, van harte te bedanken voor alles wat je de afgelopen 24 uur voor ons hebt gedaan. En wij gaan een hele grote buiging voor jullie maken. Daar komt ie. 1, 2. Dan gaan we nu over tot het overdragen van het bedrag wat we met elkaar hebben opgehaald de afgelopen maanden. We zijn natuurlijk veel langer bezig geweest dan deze 24 uur. En er wordt nu tijd om de KWF over te gaan dragen. €51.000 heeft deze actie opgeleverd. We zijn jullie echt super, super dankbaar voor dit mooie bedrag. In het Theaterhotel is tot en met zondag de reizende tentoonstelling Real Human Bodies te zien. De studenten van het ROC Hengelo richting verpleegkunde kwamen kijken. Nou, we zijn hier vanwege een excursie die onze lerares heeft geregeld naar bodies hier in Almelo. Omdat we dan wat meer verdieping en meer beeld hebben zeg maar, bij de theorie die we krijgen. Zoals wij dus vakken krijgen waar we het lichaam leren kennen. Nou, het boek is altijd wel een goed plaatje van dit is het plaatje van zo ziet het eruit. Maar in werkelijkheid, omdat het lichaam gebruikt is natuurlijk, zie je nu hier overal echt precies hoe het eruit ziet. En dat is wel heel gaaf om te zien. Ja. Ik vind het heel mooi om te zien, maar ik word er ook wel een beetje misselijk van eigenlijk. Ja. Dus ik vind het wel heel knap hoe ze dit allemaal toch wel mooi hebben neergezet wel. Dus je krijgt niet een goed beeld als je dat allemaal op plaatjes ziet in het boek, weet je wel. Je ziet nu gewoon echt hoe het lichaam in elkaar zit. We are doing the setup for the exhibition here and the promotion. We are traveling around with the exhibition here in Nederland. De Almeloze Weekmarkt draagt haar steentje bij aan een beter milieu en dat doet ze door middel van een tassenactie. Nou, deze tassenactie is ontstaan door samenwerking met de gemeente. De gemeente, met name de wethouder van Milieu, wethouder Cornelissen, die wil zoveel mogelijk de plastic tassen terugdringen, dat die dus minder in omloop. Dat is goed voor het milieu. Landelijk is er een verbod gekomen op de plastic tasjes, tenzij dat je ervoor betaalt in winkels en dat soort plekken. De enige plek waar dat nog een uitzondering is op de markt, omdat daar het losse product verpakt wordt in het plastic tasje. Het zijn nou precies de tasjes waar je eigenlijk niks mee kunt. En de tasjes die uiteindelijk in de oersoep in de oceaan verdwijnen. En door middel van dit geld, dus vanuit het geld wat we hebben besteed aan het de aanschaf van goede Almeloze Weekmarkt boodschappentassen, krijgen mensen die mee, krijgen ze die bij de boodschap in eerste instantie. Om te voorkomen dat de plastic oersoep groter wordt. We hebben een convenant getekend met de wethouder, waarin staat dat wij zoveel mogelijk onze kooplieden aansporen om zo weinig mogelijk plastic tassen te gebruiken en dus de duurzame tas te gebruiken die wij dus ontwikkeld hebben. In de maand juni worden 4 keer 10 tassen gevuld met producten van de markt verloot. Wethouder Cornelissen reikte de eerste 10 uit. We hebben wel onze kooplieden gezegd dat ze dus zoveel mogelijk of zo weinig mogelijk plastic tassen weggeven. En de duurzame tassen die wij ze vanaf aankomende zaterdag gaan uitdelen aan de kooplieden. Zij krijgen een aantal. Natuurlijk is dat niet voldoende om iedereen een tas te geven. Maar goed, ze krijgen heel veel. Er zijn in totaal 10.000 gemaakt. Dus die gaan vanaf aankomende zaterdag, worden die door de kooplieden bij aankopen bij een koopman, krijg je een tas. Zolang de voorraad strekt. Dames en heren van de markt, super.
Ja. Ja, echt, echt. Met hoeveel personen bent u hier naartoe gekomen? Ongeveer 50 personen. 50 en hoeveel auto's? Ongeveer 25 tot 30. Ja. En allemaal klassiekers? Allemaal klassiekers, ja. Ja, ik heb ze gezien, prachtig. En nu bent u bij het Kruideniersmuseum van meneer Veenendaal. Ja. Maar staan we allemaal te wachten, want er kunnen er maar vier in of zo. Ja, het is een wat kleine bedoeling hier, maar goed, dat geeft niet. Dat is des te leuker. Zo is het. Nee, de Flevo Klassiekers bestaan 20 jaar. En de laatste jaren hebben we om de twee jaar een klassieker weekend. Dan gaan we met de club ergens heen. En juist in het kader van het 20-jarig bestaan zijn we nu naar de Ezerhof gegaan. Landgoed Ezerhof. En hoe komt u zo hier terecht? Een van onze leden die is getipt en die heeft dat allemaal georganiseerd voor ons. Tot nu toe een prima weekend. Goed. Ja, het past wel een beetje bij elkaar, hè? Oude auto's en oude... Inderdaad, wij houden van oud spul dus, en dat is hier ook te zien, dus dat vinden we leuk. Wij hebben vanavond, ja, hier de check ligt daar nog, €40.482,16 opgehaald voor de robberen. Dat is een heel mooi bedrag. En waar is dat geld voor bedoeld? Ja, het geld gaat naar, dat maken wij over naar de stichting Robberen Palliatieve Zorg. Die stichting krijgt waarschijnlijk dit jaar door de opbrengsten van alle teams weer een bedrag van tussen 5 en 6 miljoen euro binnen. En zij gaan dat besteden aan de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En dat kan... Ja, dat kunnen allerlei doelen zijn afhankelijk van welke aanvragen er bij de Robberen binnenkomen. En hoe kunnen mensen dat aanvragen? Nou, individuele mensen kunnen dat niet aanvragen. Wat wel kan is dat individuele mensen een verzoek kunnen indienen bij bijvoorbeeld hun huisarts. Als ze gebruik willen maken van een van de vakantiehuisjes van de Robberen. De Robberen heeft 8 of 9 vakantiehuisjes in bezit. En die kunnen... Door behandelende huisartsen van kankerpatiënten worden aangevraagd om mensen daar gratis een week vakantie te laten vieren. Dat is wat op individuele basis geregeld kan worden. Daarnaast is het zo dat instellingen die zich bezighouden met de palliatieve zorg in welke zin dan ook. Of noem bijvoorbeeld de stichting Twentse Wensambulance heeft ooit al geld gehad van de Robberen. Dat kan een hospice zijn, dat kan een ziekenhuis zijn die speciaal een kamer wil inrichten voor... kankerpatiënten of voor familie van kankerpatiënten. Hoofdhuidkoelers die gebruikt worden voor patiënten die bijvoorbeeld een chemokuur ondergaan. En om te voorkomen dat ze heel snel haaruitval krijgen. Als je dan, het blijkt in de praktijk zo te zijn, als je je haren dan koelt, dat die chemo geen vat krijgt op je haar. Dus daar wordt ook bijvoorbeeld heel veel geld aan uitgegeven. En zo zijn er nog talloze andere projecten. Dus iedere zorgverlener die denkt van, hey, wij zijn bezig met de zorg voor kankerpatiënten. En die heeft een concreet doel waarvoor die graag geld wil hebben, kan dat aanvragen bij de Robberen. Zijn jullie nog een beetje bijgekomen van het weekend, van het lopen? Ja, inmiddels iedereen stond er weer fris en fruitig bij vanavond. We zijn natuurlijk alweer een dag of 4 verder. En ja, je merkt wel gedurende zo'n hele week dat je nog redelijk vermoeid bent. Maar zo langzamerhand is iedereen wel weer geland. Zoepmakkie! Zoepmakkie! Zoepmakkie!
Niek Hendricks, een blije trainer? Ja, zeker. We moesten vandaag winnen om kampioen te worden. Het was een moeizame wedstrijd, de omstandigheden waren zwaar. Maar ik denk al met al dat de dames prima gedaan hebben. En dat we eigenlijk de hele wedstrijd niet in gevaar zijn geweest. En ja, de winst was het enige wat telde. Het doelsaldo was niet meer belangrijk. Alleen maar de 3 punten. Ja, dat hebben ze gedaan. Het was misschien niet een supermooie wedstrijd. Het had ook een beetje te maken met Drinolo die heel verdedigend speelde. Omdat ze bang waren dik te verliezen. Maar goed, die hebben goed weerstand geboden. En ik denk als we iets nauwkeuriger waren geweest, zou het nog wel 9-10-0 kunnen worden. Maar goed, 5-0 is prima. De titel is binnen, dus wat wil je nog meer? Hè? Je hebt een stel hele leuke dames. Ja, absoluut. Het is een leuke groep. We hebben hard gewerkt. En, het was natuurlijk een vrij lastige competitie met 4 concurrenten. En, het was eigenlijk de laatste paar weken nog spannend. Wij zijn volgende ronde zijn wij vrij. Dan is de laatste speelronde. We zijn natuurlijk heel blij dat we het vandaag al hebben kunnen afmaken. Het zijn heel veel studenten tussen, hè? Dat is... Ja, het is een vrij jong team eigenlijk. Er zit nog veel rek in. Dus dat is alleen maar positief, denk ik. Jawel, maar ze gaan ergens anders spelen dan ze naar de hogeschool gaan, denk ik. Nou, ik heb toevallig een aantal meiden die eindexamen doen. Die gaan of in Enschede studeren. En eentje in Almelo, dus op zich houden we het redelijk bij elkaar. En ja, de spelers zijn ook wel bereid. Kijk, als je op een hoger niveau gaat spelen, zijn spelers ook eerder bereid om terug te komen. Kijk, en als ze aan Almelo gebonden zijn, dus het weekend sowieso terugkomen, kunnen ze door de week ook wel bij een andere club op de dinsdag de training volgen. En dan komen ze vrijdag terug en dan trainen ze hier. Gebeurt dat veel? Dat is ergens anders trainen? Ja, dat is wel gebruikelijk. Bij ons niet, maar we hebben één meisje die studeert in Groningen. Die kwam op dinsdag ook steeds op en neer. Maar goed, op zich heb ik daar geen probleem mee. Want vaak probeer je ze naar onder te brengen bij een club die op een hoger niveau speelt dan wij. Dus daar worden ze alleen maar beter van. Ja, mooi. Dus je bent wel tevreden over vandaag? Ja, wat ik zeg. Kijk, natuurlijk hadden we gewild wat ruimer overwinning, wat spetterende wedstrijd. Maar ja, weet je, de druk staat er natuurlijk wel op. Het is misschien wel de nummer laatst, maar er moet gewoon gewonnen worden. Anders moet je nog een week wachten en dan is het feestje ook niet zo leuk. Ja, dat gebeurt in de voetballerij ook, dus het blijft, je moet winnen. Ja, nou denk ik wel dat het klassenverschil tussen ons en Drinolo is te groot om daar tegen een verrassing aan te lopen. Okay. Nog van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar. Ja, hopelijk. Wat wordt het nu stil? Jongen, jongen. Maar ik kan me dat wel voorstellen hoor. Want als je zo'n stel voor je ziet, dan ben je er toch even stil van. Maar kijk eens goed aan. Ze zitten helemaal in de startblokken. Ze zijn er helemaal klaar voor. Dus we gaan beginnen. Dat is inderdaad het laatste. Ik heb een ontslag per 5 juni. Maar ik blijf mijn bevoegdheid houden. Dus mocht ergens in de kennissenkring of vriendenkring toch nog weer een huwelijk zijn. En ze willen graag dat ik het doe. Dan kan een college mij altijd voor 1 dag tot ambtenaar benoemen. Je krijgt ontslag, maar de bevoegdheid blijft bestaan. Ik ben begonnen in augustus 1989. En dit was huwelijk nummer 1364. Zo. Ja. Oh ja, heel bijzonder. Wil je het echt bijzonder hebben? Dat zijn een aantal huwelijken in het ziekenhuis. Dat is meestal vrij triest. Maar ik heb 1 keer een huwelijk in het ziekenhuis gedaan op de kraamafdeling. Die zijn vlak voor de geboorte van het kind nog getrouwd. Volgende morgen is het kind geboren. Maar dat was in een tijd dat de moeder was een gescheiden vrouw. En dan moest een kind wat dan geboren werd binnen 310 dagen na de scheiding. Dan werd dan geacht van de eerste echtgenoot te zijn. En dan hadden ze verkeerde informatie gehad. Dus er werd de bevalling ingezet in Meppel het ziekenhuis. En nou, dan moest als de bliksem getrouwd worden. Dat hebben we gedaan, smiddags om 4 uur. En de volgende morgen om 4:30 is kind geboren en kreeg de naam van de echte vader.
En dan, ja, de meeste huwelijken in het ziekenhuis die zijn dus op, wanneer een van de beide terminaal is. Maar dat hebben we ook al een keer meegemaakt. Als je dan toch de humor ervan wilt inzien. Er was iemand ernstig ziek. En die zou nog gaan trouwen. De man had een grote boerderij. En die woonde al jaren samen met iemand, maar nooit iets geregeld. Hij werd ernstig ziek. Hij had ook niet lang meer te gaan. er zou getrouwd worden in het ziekenhuis. Toen zeggen ze op de afdeling, moet het nog vervroegen? Nee, zo gauw ging het nog niet dood. Op de dag dat hij had zullen trouwen is hij overleden. Nee, hij is gecremeerd zelf. Dus hij heeft niet gered. En daar staan de neefjes en nichtjes wel op de stoep, hè? En dat zijn allemaal verhalen die je niet alleen in Almelo hebt meegemaakt. Want je bent ook nog ambtenaar van de burgerlijke stand geweest buiten Almelo. Ja, in Meppel. Van 1989 tot 98. En die zitten allemaal bij die 1364? Dat zit daarbij in. Dat waren de 676. Dit besluit heb ik heel bewust genomen. Ik ben geen 25 meer. Ietsje ouder. Maar het kan ook zijn, ik wil het niet zo ver laten komen dat we op de afdeling kwam en zei van Jan, zou ik toch niet eens een keer, hij begint een beetje te zeuren. Nou, dat wil ik niet. En je bent ook niet zo jong meer. Ik ben uiteindelijk 83. Je kunt ook weer dingetjes krijgen en dan moet je afspraken afzeggen en dat wil ik niet. Het is goed geweest. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En nou stop ik ermee en daar heb ik goed gevoel over. Ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, als er geen geld is er geen geld. Klaar, ben je uitgepraat. Gaat de VVD daar iets mee doen? Jazeker, we hebben al overal briefjes hier ingevuld. Soms houdt dat in dat we een motie gaan indienen. Maar ook vaak het vervolggesprek om te kijken van of een initiatief verder kan worden gebracht. Maar zo maken jullie jezelf eigenlijk werk te doen. Ja, inderdaad. En helemaal op deze korte termijn. 2 jaar geleden stonden Uitsmijters 55 hier ook. Met de bedoeling om een nieuw honkbalveld te creëren. Want wij moesten weg van het Maatveld. Dat is toen gelukt. De gemeenteraad heeft inderdaad geld beschikbaar gesteld. Maar er is een probleem, want er is wel geld, maar geen locatie waar wij zomaar voor dat geld naartoe kunnen. Ik woon ergens daar in de buurt Hachhoek Rosarium en ik moet met de fiets altijd naar de stad of naar het station. En dan moet je over die drukke kruispunten. Nou, die stinken en je moet lang wachten en ze zijn gevaarlijk. Dus ik dacht, hey, als je nou een goedkope Bailey-brug aanlegt, tijdelijk of duurzaam, ter hoogte van de Theoslaan met de Emma-straat, dan passeer je die kruispunten en dan ben je ook zo in de binnenstad. Als je het uithaalt en aangeeft, vanuit de al gereserveerde innovatiemiddelen faciliteren. Ja. Ja, en je moet aangeven wat het oplevert, dus niet alleen wat het kost. Nee, wij houden er niet mee op. En als het hier niet kan, dan gaan we naar andere gemeenten. Dat zou wel jammer zijn. Maar we zijn er al jaren mee bezig. En het kan best van de grond komen, maar we zitten met het begin. We moeten die grond zien te kopen. En het geld van onze leden zit in hun woning. Kun je nou niet vrijmaken. Dus daarom, banken mogen niks, doen niks, kunnen niks, zeggen ze. Woningcorporaties mogen niks. En nou doen we beroep op de gemeente om of een lening te verstrekken, of een revolverend fonds in te stellen. En dat houdt in dat als je geld in het fonds stopt, dat kun je dus ons uitlenen voor een jaar of anderhalf jaar. Dan komt het weer terug. Zodra wij ons huis hebben verkocht, komt het geld weer vrij. En dan vervolgens komt het geld weer terug en dan kan de gemeente het weer voor andere maatschappelijke doelen inzetten. Ja, ik ben Monique van Baren van de Eerthoek dus. En we hebben onlangs de prijs van de Ab Harrewijn gewonnen. En daar hebben wij Steungezin leren kennen. Steungezin is een internetplatform ter bestrijding van armoede. Ja, dus om dat te gaan lanceren in Almelo, ja, dat is natuurlijk altijd weer geld voor nodig. Dus wij zijn eigenlijk op zoek naar een soort van ondersteuning om dit te gaan lanceren in Almelo. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hier zijn geweest. We hebben een fantastische dag gehad. Heel veel mooie wedstrijden gezien, spannende wedstrijden. Veel doelpunten en heel veel plezier vooral met elkaar. En dat is hartstikke mooi dat we jullie dat hier op het veld bij Achilles hebben laten zien. En daar wil ik jullie hartstikke voor bedanken. Ik wil ook heel graag alle mensen van de organisatie van vandaag bedanken. De scheidsrechters, de marktcommissie. Ook jullie hebben een belangrijke bijdrage geleverd om het hier vandaag met elkaar te doen. En het was een fantastisch mooie dag.
Het allerbelangrijkste is dat jullie hier waren. En jullie hebben als kinderen hier een fantastische prestatie neergezet. Wij hebben, en daar zijn we ook trots op, wij hebben de burgemeester van Almelo bereid gevonden om hier de prijs aan jullie komen uit te reiken. En ja, er is mij eigenlijk niets anders, en volgens mij willen jullie ook niets liever dan dat, dan dat jullie de prijzen krijgen. Dus ja, daar hebben we het voor gedaan. Ik geef de microfoon door. Want dit is het Overijssels kampioenschap, dat er zo ontzettend veel gesport wordt. Dat er heel veel sporten zijn die je alleen, maar bij korfbal bijvoorbeeld ook in teamverband, kunt doen. In onze provincie, ook in Almelo trouwens zelf, in Vriezenveen, in Kampen, in Vroomshoek, waar dan ook. En dat is hartstikke goed. Want als je samen een sport met elkaar een sport beoefent, dan bouw je aan een team met elkaar. Dan bouw je aan samenwerking, dan bouw je aan vriendschap met elkaar. En dat doe je dan ook nog eens omdat het heel gezond is. Dus ik vind het geweldig dat korfbal hier in Almelo, maar ook in Overijssel, dat korfbal het zo goed doet. En dat laten jullie zien. Ja, korfbal lijkt soms een beetje weggestopt als je mensen het hebben over voetbal of allerlei andere sporten. Maar korfbal is echt een hele grote belangrijke sport. Nou, dat weten jullie allemaal heel goed. Want jullie gaan jullie carrière in het korfbal opbouwen, denk ik. En dat levert ook nog, als je wint, een hele mooie fles champagne op, heb ik net gezien. Ja, en dan komen we bij de Overijsselse kampioen. De eerste prijs in deze groepscategorie voor de groep 5-6. En dat is de Morgenster uit Kampen. De Overijssels kampioen in schoolkorfbal 2017 in de categorie groep 7-8 is geworden de Koningin Emma School. Ben ik heel erg benieuwd wat jullie hier allemaal aan deze molen zien. En dat kan je natuurlijk niet allemaal tegelijk roepen. Dus wij zijn op dit moment bezig met een project van stichting WBJG. Wat is dat dan? Ja, dat staat voor Wat ben je gegroeid? En wij organiseren activiteiten voor kinderen om hun een innoverende ervaring mee te geven die een duurzame toekomst brengt. Nou, dat klinkt erg mooi, maar wat houdt dat in de praktijk nu in? Ja, nou dat houdt in dat wij met De Weijer, groep 6, hier naartoe zijn gegaan. We zijn eerst bij hun in de klas geweest om alles te vertellen over de molen. Michiel Nijkamp, wat komen jullie van De Weijer hier doen? Kijken, leren. Ja, wij gaan op onze school ook molens namaken. Die zijn echt niet zo groot en niet zo mooi. De tweede activiteit was het bezoek aan de molen. En volgende week gaan we met de microscopen allerlei soorten graan bekijken. En gaan we ook zelf van graan pannenkoeken maken. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen door ervaring leren. Had je ooit gedacht dat je brood zo gemaakt werd? Nee, ik dacht gewoon simpel graan naar de bakker. En de bakker die doet er gewoon ergens in en het is brood. Ja, wij hopen sowieso dat ze weten hoe uiteindelijk brood of pannenkoeken worden gemaakt. Dus dat het heel veel energie kost om al eerst dat graan te laten groeien. Dan het graan te laten malen. Nou ja, vroeger ging dat dan in de molen en kon je hier bij de molen je graan kopen. Tegenwoordig gaan we dus naar een supermarkt toe en kopen daar ons brood. Of naar de bakker natuurlijk. Maar er gaat een heel proces aan vooraf en het is heel goed om kinderen inzichtelijk te maken hoe dat proces eruit ziet. Wat vind je van een beroep als molenaar? Is dat voor jou wat? Nee, want je bent al best wel hoog als je de wieken moet aanzetten. En dan als je ook nog omhoog gaat in de wieken om dat zelf vast te maken, nee, is echt niet mijn ding. Heb je hoogtevrees? Nee, dat niet, maar dat is dan wel extreem hoog. Dat is echt wel 24 meter hoog. Ja, dus als jullie een souvenir meenemen. Kom ik hem aan, Fifi? Ik heb het hier. Ja. Dag hoor. Thank you.
vlieg.